en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik weer een update geven van hoe het met Eni gaat en hoe het met mij gaat. Voor wie mijn filmpjes nog niet eerder hebben gezien, ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. En ik ben 5 weken geleden bevallen van mijn dochtertje Eden. Ik heb ook al een zoontje, Niels. Die is 2,5. En ik plaats hier updates over hoe het met ons gaat en ik vlog. En mocht je me niet kennen en je vindt het leuk, abonneer je dan vooral eventjes op mijn kanaal. Vandaag weer even een update van hoe het met ons gaat. En dat doe ik zo 1 keer in de 2 weken. En het leek me leuk om weer even wat te vertellen. Er is een hoop gebeurd de afgelopen anderhalve week, zeg maar. Dus het leek me weer tijd om even lekker bij te kletsen. Voor wie me nog niet kennen, weet dat deze video's geen enkele structuur hebben. Maar wel gewoon heel gezellig zijn. En wellicht wat handige tips voor je hebben. En misschien gewoon leuk om ervaringen van andere mama's te horen als je ook mama bent. Of bijna wordt. En 5 weken alweer. 5,5 al. Het gaat zo snel. Ja, dat hoor je waarschijnlijk me nog 15 video's zeggen. Maar ik vind het echt bizar. Eden doet het goed. Ze groeit als kool. Ze is inmiddels, we waren afgelopen maandag bij het consultatiebureau. Ze is inmiddels 57,2 centimeter. Het ziekenhuis was 58 centimeter. Dat ziekenhuis stel ik zo nog. 57,2 centimeter en ze weegt, wat woog ze nou, 4645 gram uit mijn hoofd. Nou, die gaat als een speer. Ze zit dus ook net boven de plus 1 lijn in de groeicurve en dat is gewoon netjes haar lijn of vanaf geboorte, dus dat doet ze gewoon hartstikke goed. Dus het is een grote meid. Bij het consultatiebureau was alles goed. Ze hebben er helemaal nagekeken. Het enige waar wij ons een beetje zorgen om maakten is dat ze gewoon heel veel hard kan huilen. Dat is verschrikkelijk. We kwamen echt op het punt dat ik tegen Sven zei, ik heb het gevoel dat het vooral huilen, eten en slapen is. En dat zeg maar de leuke momenten zeer schaars zijn. Dus de momenten dat ze even vrolijk is en naar je lacht, die waren echt een beetje ver te zoeken. Dus dat is best wel pittig. Nou weet je, omdat het een tweede is, dat het een fase is en dat het echt allemaal weer goed komt. Maar ik vond het op een gegeven moment wel zwaar, juist ook omdat het een tweede is en je hebt nog een ander kindje. En je kan dus niet je volledig richten op die baby en ook niet volledig richten op je peuter. Daar heb ik het vorige keer al over gehad. Aandachtsverdeling vind ik lastig. Maar goed, daar hebben ze dus allerlei vragen over gesteld. Maar het is niet echt, ja, het was gewoon... Wat zij doet is, over het algemeen slaapt ze 's ochtends goed en dan wordt het gedurende de dag wordt ze wat onrustiger en wat minder blij. En dan kan ze gewoon echt een enorme keel opzetten en gewoon niet blij zijn. En dan gaat ze ook weer slechter slapen en dan wordt ze nog moeier en nog minder blij. En, nou goed, dat gaat door tot een uur of 11, 12 en dan gaat ze 's avonds en dan gaat ze gelukkig wel slapen. Maar dat was op een gegeven moment ook ineens een weekend verdwenen. En nou, toen ze dus ook 's nachts niet meer sliep, toen dachten we, nou nu, hè, kunnen we het even niet meer aan. Gelukkig doet ze dat nu wel weer, dus dat is heel fijn. Niet zo goed als daarvoor, maar goed, dat allemaal een fase. Want vannacht was ze bijvoorbeeld, heb ik haar om 11 of 12 uur gevoed en toen wilde ze om 2 uur alweer. Terwijl ze normaal komt ze dan pas om 5 of 6 uur weer. Soms zelfs 7. Maar goed, ik heb er dus nu om 2 uur gevoed. En het is nu 8:15. Dus dan maakt ze nu door een lange ruk, zeg maar. Want dat doet ze dus wel. Ze maakt gewoon 1 flinke ruk. En vaak 's ochtends dan nog eentje. Dus ik zeg als ze slaapt liever van 11 tot 11, zeg maar. Dan van 7 tot 7. Maar goed, dat zal vast ook alweer veranderen. Het consultatiebureau had zoiets van, ja, het zou verborgen reflux kunnen zijn. Het kan het ook niet zijn. Maar het is zonde omdat ik borstvoeding geef en ze daar super goed op doet. Ik zeg dat het is zo'n mooie bacteriecultuur, hoe noem je dat? biocultuur die je in je lijf hebt, die zij krijgt. Het gewoon zonde is als je daar medicijnen tegenaan gooit. Zeker zo snel al. Nou ben ik helemaal niet voor medicijnen, dus als het niet nodig is, laten we het vooral niet doen. Maar goed, dat is dus een beetje, ja, ze doet het gewoon heel goed op die melk, dus ja, ga daar vooral niet te veel in verstoren. En kijk het even aan. Ik heb het gevoel dat ik moet niezen. En dan 's avonds maar bij je houden als ze daar behoefte aan heeft. En dat doen we ook.
Wat wel resulteert in een hele hoop nek- en rugklachten. Ik bedoel, ze is natuurlijk ruim 4,5 kilo. Maar ze heeft vrij specifieke eisen als het om houding gaat. Ik wil je trouwens ook bedanken voor al jullie super lieve reacties. Want ik had op een gegeven moment ten einde raad een foto gepost op Insta. Waarbij zij over mijn schouder ligt. En dat is eigenlijk vooral wat ze bij Sven wil. Bij mij wil ze maar soms om stil te zijn. En dat ik zei van dit is eigenlijk de enige houding waarin Eden een beetje gelukkig is. En heel veel mensen hebben daarop gereageerd met tips over chiropractor en osteopaat. Nou hadden we de osteopaat al gepland. Want bij Niels hielp dat ook heel erg. En ik had zoiets en zij heeft ook gewoon klem gezeten bij de bevalling. Dus Niels wel veel meer. Maar zij heeft ook zeker klem gezeten. Want ik kreeg haar niet verder dan een bepaald punt. Vandaar de knip. Dus ik dacht, ja, dat heeft zo'n klein lijf, heeft dat natuurlijk ook al wat te verduren gehad. Dus ik had al een afspraak gemaakt, alleen de osteopaat had een kortslip. En dan mag hij niet in de buurt van baby's komen. Dus die afspraak, duurde eventjes, voordat dat kon. Daar vertel ik zo meer over, maar echt zoveel lieve, fijne reacties. En dus alleen al fijn om te lezen dat mensen het herkennen. Dat ze zeggen, oh, ik weet zo goed hoe je je voelt. Dat je denkt, oh ja, ik ben gelukkig niet de enige. Ik gun het andere mensen absoluut niet, maar het is heel fijn om even te weten van, oké, weet je... Het is een fase en andere mensen herkennen dit. Dat is gewoon heel fijn en de tips waren heel fijn. Maar goed, dus het consultatiebureau zei ook, ga maar langs met een osteopaat. Nou, die afspraak hadden we al gepland staan voor gisteren. Dus dat hebben we inmiddels ook gedaan. Maar we gingen dus ook naar het ziekenhuis. Want ik weet niet of ik het vorige keer heb verteld, maar haar been werd af en toe blauw, paars. En dat is natuurlijk best wel bizar. Het consultatiebureau bij het eerste huisbezoek... Of bij het huisbezoek, zeg maar, de eerste keer dat je het consultatiebureau spreekt, is bij je thuis. En toen hadden we het al over en toen zei ze, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, dus ga maar even naar de huisarts. Bij de huisarts geweest en die wist het eigenlijk ook niet zo goed. Alles zag er verder normaal uit, maar die zei, ga toch maar even naar de kinderarts. Dus wij zijn naar de kinderarts geweest. En daar zeiden ze gelukkig van, nou, dit lijkt gewoon allemaal oké te zijn. Sorry trouwens voor deze lichtstreep, maar ik wil zo graag babykamer filmen. Dus dan krijg je dat ik niet zo goed het licht kan regelen hier. Maar die zeiden gelukkig dat het waarschijnlijk gewoon te maken heeft met de rijping van de huid. En dat dat heeft gewoon, dat kan tot een half jaar duren. En dan kan je dat soort blauw zien, zeg maar. Mocht je kind dit ook hebben, ga vooral zelf echt naar een dokter. Want het kan natuurlijk ook van alles zijn. Het ging ook over, is het ook bij de mond of zo? Nou, het was het al niet. Maar weet je, dus dit is geen medisch advies. Maar in ieder geval bij Eden was het gelukkig niks. Als het over een half jaar nog zo is, dan moeten we even terugkomen. Maar daar gaan ze niet van uit. En daar ga ik eigenlijk ook niet van uit. En het viel ze natuurlijk ook eigenlijk op. Want normaal heb je je kind natuurlijk niet zo heel vaak bloot. En dit is ook echt iets wat zeg maar echt komt en gaat. Het blijft misschien 2 minuten en dan is het weer weg. Maar omdat het natuurlijk zo warm was de afgelopen tijd, zagen we haar, dus jullie zien het natuurlijk weer iets later, maar zagen we haar heel veel in een rompertje. Dus dan zie je dat beentje beter. Goed, dus dat was het ziekenhuis. Dus dat was gelukkig allemaal oké. Dus dat was ontzettend fijn. Want ja, het is toch, we maakten ons er eigenlijk geen zorgen om, maar het is toch gek als je, het werd echt super, alsof je zeg maar een blauwe plek hebt en dat dan over je hele ledemaat. Dus in dit geval haar been. Dat was echt wel, ja, ik heb er foto's van, ik zal het niet delen, maar het is niet leuk om te zien. Dus dat was het ziekenhuis en het consultatiebureau. En gisteren zijn we naar de osteopaat geweest. En ach, wat vind ik dat toch een fantastisch beroep. Ik snap niet dat dat niet gewoon onder de reguliere, het valt volgens mij onder het alternatieve circuit, terwijl ik dat echt niet begrijp. Maar goed, ik loop zelf bij de osteopaat voor mijn prikkelbare darm. En ben bij haar ook geweest met Niels. En Niels zag je echt zichtbaar ontspannen op die tafel, echt in een heartbeat. En het was zo mooi om te zien. Dus ik was echt heel blij dat we erheen konden met haar. En nu was Sven ook mee, vorige keer was mijn moeder mee. Sven is ook helemaal van, en Sven die loopt zelf ook wel bij de osteopaat, maar een andere. Maar die was ook echt helemaal onder de indruk van hoe dit ging. En ik ga bijna huilen als ik het vertel, want ik vond het zo mooi dat je zag Elin gewoon ontspannen. Ze ging lachen, maar echt gewoon de hele tijd tot de... Nou, het was echt, oh mijn hart, het was echt zo fijn. Dat er toch een blij meisje in haar schuilde, dat ze gewoon last had. Op een gegeven moment ging ze er middenrif doen en je zag haar echt door. In principe doet die behandeling helemaal geen pijn, maar er wordt wel van alles losgemaakt. Die behandeling is, ja, ik kan het niet uitleggen als je niet bij een osteopaat bent geweest, dan snap je het denk ik niet. Maar ze doet een soort iets met je bindweefsel en zo. En ze zit gewoon strak in een jasje, daarbij groeit ze dus heel snel.
En ze zei ook, ik zie veel baby's. Maar ik zeg maar een babytje van haar leeftijd die zo ongelooflijk alert is. En ze volgde haar helemaal met, en volgde de osteopaat helemaal met haar ogen. En je ziet haar echt, je ziet er gewoon van alles gebeuren. Ze zei, ik heb dat nog nooit gezien terwijl ik echt heel veel baby's zie. Dus het is gewoon, ja, het is gewoon een wakker, alert kind. Wat dus zoveel prikkels binnenkrijgt. En daarbij dus eigenlijk te strak in haar jasje zit omdat ze zo snel groeit. En dat zit gewoon allemaal niet lekker. Daarbij heeft ze klem gezeten. Dus het is gewoon een soort van samenloop. Nou, dat middenrif was dus echt haar grootste lastpunt, zeg maar. Dat zag je echt bij de behandeling. Want in principe is die behandeling eigenlijk juist heel ontspannend voor ze. Alleen als het echt heel klem zit, ja, dan gaat er zoveel ineens gebeuren. Als ze bij mij mijn darmen doet, dan gaat ook alles borrelen en doen. Dus zo'n kindje begrijpt ook niet wat er gebeurt. Maar verder, je zag er gewoon echt, ja. Daarna, je zag ook de bewegingen waren vloeiender. En ze zei van, nou ja, het zal de eerste 48 uur kan het nog juist weer wat heftiger zijn. Omdat ze gewoon niet snapt wat er in haar lijf gebeurt. Maar daarna moet echt wel een stuk ontspanning komen. Dus nou, daar kijk ik heel erg naar uit. En ik vond het gewoon zo bijzonder om haar gewoon, nou ja, eigenlijk een uur lang gewoon voornamelijk te zien lachen. Dat hebben we gewoon misschien een keer een paar minuutjes gezien. Maar dit was gewoon, zo is dat. En ze lacht met haar hele gezicht. Nou, het was echt priceless. Ons poesekind moest ook trouwens naar de dierenarts. En die heeft daar een nachtje geslapen. Totaal in de stress. Was echt vreselijk. Ze hebben uiteindelijk ook een verdoving moeten geven. En ze was aan de diarree en het zat overal. Het was verschrikkelijk. Dus die moest gisteren. Oh, dat was gisteren echt zo'n dag dat je met je twee dochters, zeg maar, in de weer bent. Ah. Oh. Maar nou, zo fijn die osteopaat. Dus ik wil echt iedereen adviseren die niet weet wat er met het kindje aan de hand is. En dat kindje gewoon echt heel ongelukkig is. Want je zag gewoon alleen, ze kon echt from 0 to 100 gaan in krijzen. Echt in een heartbeat. En dan echt intens verdrietig zijn en ontroostbaar. En, ja, weet je, en je moederhart voelt wel aan of iets erbij hoort of niet. En dit voelde gewoon niet goed. En ja, die osteopaat is goud. We hebben nog een vervolgafspraak staan. Ze zei, kijk maar even of het nodig is. Dus dat is heel fijn. Verder, ze is dus gewoon heel alert. En ze kan dus gewoon, ze ligt dan bij Sven hier zo. En dat is dus haar favoriete houding vanwege dus wat er gebeurt met de middenrif, begrijpen we nu. Maar dan ligt ze zeg maar zo. En dan zit ze alleen maar zo te kijken. Zo. De hele wereld is op te nemen. Dun, 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 dun. Ja. Het is echt het is een prachtig meisje. Ze heeft nu heel erg last van de baby acne of hoe het ook heet. In ieder geval heel veel van die puistjes. Dat komt natuurlijk door alles wat ze aan hormonen van mij heeft meegekregen toen ze in de buik zat. Dat trekt wel weer weg. Ik moet zeggen dat ik het nu alweer rustiger vind dan de afgelopen dagen. En ze groeit dus heel hard. En ze is dus lang, maar dus ook weer dun. Eigenlijk net als Niels. Nou, maat 50, dat kon ze überhaupt niet heel lang aan. Maat 56, ze is dus eigenlijk al langer. Dus het hangt heel erg van het model af. We hadden een pakje, wat 2 weken geleden was dat echt nog te groot. En dat is nu eigenlijk alweer te krap. Nou, zo gaat dat. Maar bijvoorbeeld deze, dit is een robbertje van de HEMA. Dat vind ik echt een fantastisch ding. Deze, ik weet niet of je het kan zien, maar dit is eigenlijk een heel slank modelletje. Terwijl meestal is het helemaal breder. Maar wat wij dus kiezen steeds is stretch. Lukt natuurlijk niet altijd, want soms vind je gewoon iets heel leuk en is geen stress. Maar stretch en dan, dat het dus in ieder geval nog een beetje in de lengte mee kan rekken. En deze kindje aan het huilen buiten. En dat is eigenlijk wat we nu vooral bij haar aandoen. Maar ik ben wel een beetje steeds aan het kijken van wat moet ik nou weer. Want dan zit iets bijvoorbeeld nog heel slobberig bij de armpjes en zo. En dan is het eigenlijk bij de lijfje alweer zo, zeg maar. Dus dat is nog wel eventjes een beetje zoeken. Want je wil ook niet dat ze, ja, je wil ook dat ze comfortabel is. Maar je wil ook niet dat ze in slobberdingen zit, zeg maar. Dat is ook niet heel erg leuk. Dus daar zijn we een beetje naar aan het zoeken. En misschien wel leuk om te vertellen wat ik ga doen. Want dit lijf moet natuurlijk ook weer een beetje in shape komen. Dan ben ik al best wel veel kilo's kwijt. Natuurlijk zo na de bevalling. Maar ik ben nog zeker niet op mijn oude gewicht. En vooral, ik mis ook weer de kracht. Ik heb natuurlijk zo lang niet kunnen sporten. Vanwege die zwangerschapskwaaltjes. Die echt als sneeuw voor de zon verdwenen zijn trouwens toen ik bevallen was. Wat echt fantastisch is. Maar ik wil weer een beetje kracht en een beetje figuur. En een beetje me prettig voelen in mijn lijf.
Dus ik ga het programma volgen van Newborn Fit Mom. Wie het niet kent, ik zal het hieronder ook eventjes linken. En dat is hartstikke leuk. En daar ga ik in een volgende video meer over vertellen. Maar daar ga ik waarschijnlijk net na mijn vakantie dus mee beginnen. Of misschien net ervoor, hangt het even vanaf. Maar daar ga ik jullie nog alles over vertellen. Maar ja, dan ga ik weer back in shape komen. Dus dat kan niet wachten. Ik heb natuurlijk rectus diastase, dus ik ga daarvoor nog wel naar een fysio om het goed te laten checken. Want vorige keer is het zowel bij de sportschool als door de verloskundige gecheckt, maar niet geconstateerd dat ik het heb. Waardoor ik het eigenlijk alleen maar erger heb gemaakt. Nou ja, Sven zei nu ook eerst het echt goed laten checken. Want de kans dat ik het nu nog steeds heb is natuurlijk heel groot. Want, en ja, ik zie het ook gewoon aan mijn buik. Maar eerst goed laten checken wat mag wel, wat mag niet. Omdat je niet nog erger wil maken dan het al is. De fysio die ik voor mijn behandeling voor mijn zwangerschapskwaal, niet de overspannen bilspier, heb gehad, die zei ook, we kunnen best wel een hoop doen door zeg maar heel langzaam die laagjes buikspieren op te bouwen. Dus echt beginnen bij de diepste buikspieren en zij en ik weet het allemaal niet. En dan langzaam. En dan kan je best wel een hoop voor elkaar krijgen dat het in ieder geval weer wat prettiger oogt. Dus dat ga ik zeker doen. En ik ben mega gemotiveerd. Ik merk wel dat zeg maar als je in je baby wil zitten, dat de dagen echt, ik weet niet waar ze blijven. Het is niet dat je nou gierend druk bent, maar om een van de redenen iedere keer denk ik van, oh, mijn oefeningen, weet je wel, voor je bekkenbodem en zo. Ik vergeet gewoon 9 van 10 keer en dan denk ik eraan op het moment dat ik nog s'avonds moet gaan voeden, maar dan ben ik aan het voeden en dan val ik al half in slaap en daarna ben ik het gewoon weer kwijt. Dus ik moet echt vaste momenten gaan prikken om dit te gaan doen. Maar goed, oh, er wordt er eentje wakker. Ik moet gaan voeden. Dat is een mooi einde van deze kletsvideo. Mocht je vragen hebben, laat ze vooral hieronder weten. Dan kan ik dat soort onderwerpen ook behandelen. Zag het heel hard kruisen, dus ik ga nu heel hard rollen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende update of bij een nieuwe vlog of een andere video. Super bedankt voor het kijken. Doeg!